Ik voel me niet goed, ik kan niet komen. Dat heeft allemaal financiële consequenties. Het eitje ruikt het al. De vissen zitten we allemaal aan deze kant. Dus als het goed is, kun je dat gewoon loskopen. Ja, de vorige keer, toen kwam ik binnen. En toen was het van, wie moet er geprikt worden? Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag 20 januari. En ik ga weer een paar dagen vloggen. Ik sta nu bij de vissenkom. En wij bedachten ons laatst... Oh, de katten zitten achter elkaar aan. Nou, dat bedachten we ons niet. Nou ja, dat bedenken we ons wel vaker. We bedachten ons dat de vissen eigenlijk al best wel veel gegroeid zijn. Daar zijn ze. Kataatje zit hier ook. Zit jij er nou eens aan? Dat is de vis die helemaal veranderd is. Nou, dat was weer even een shot van de vissen. Hier kan je het mee schoonmaken. Dat raam. Dit is een magneet. Als je hem eraf haalt. Ik dacht eerst een foto, maar Johannes liet zien afgelopen weekend. Dat hij dan gewoon gaat drijven. Dus niks aan de hand. Ik dacht straks valt hij en dan valt hij op een vis. Maar dat is gelukkig niet zo. Moet ik hem wel weer te pakken krijgen natuurlijk. Ja. Nou geef het hoekje om. Het gaat wel een beetje zwaar, vind ik. Ja, dat was volgens een swipe vandaag. Oh, en daar hebben we Blisje. Dat doe ik hier in huis. Hey Blisje. Vind ik leuk, al die dieren die reageren op als je op zo'n bepaalde manier tegen ze praat. Zit hier allemaal gezellig hier? Ja, je jaagt op een spin, hè? Je jaagt op een spin. There it is. Niet zo duidelijk. Blisje, hou op in die planten bijten. Ja. Nee. Kataatje in jaagstand. Ik heb het niet vaak gezien. Hou daar nou mee op. Borisje, lekker met de stok aan het spelen. Nou, hij eet meer erop, lijkt het wel. Om een beetje schoon te maken. Sowieso op dinsdag maak ik altijd de lesruimte schoon. En dan kan vandaag de rest een beetje. Het knipperlicht is in de space. Boris, zo, wat een lawaai hebben die vogels vandaag. Het is vandaag woensdag. Ik was maandag begonnen met vloggen. Alleen maandag voelde ik me niet zo heel erg topfit. Ik kreeg nog migraine die dag. Toen de nacht van maandag op dinsdag heb ik voldoende geslapen. Maar dinsdag was ik vreselijk moe. Ik heb 's ochtends dus weer een uur geslapen. Op die uur slaap die ik al had gehad.
En 's middags heb ik weer 2 uur geslapen. Nou, hopen dat het vandaag beter gaat. Het is al het einde van de ochtend. Ik ben al een tijd wakker. Even rustig en wakker geworden. Ik ga zo dingen voorbereiden voor de lessen die ik vanmiddag moet geven. En ik ga even opruimen. Het is hier een beetje een troepje. Ik sta bij het aquarium trouwens. Dus het kan zijn dat je dat hoorde. Ik ben net mijn borstje geweest. Nou, en zoals je ziet, de tafel is ook een troepje. Er staat nog een tas en allemaal papieren. Overal de katten die hebben dat zo straks allemaal van tafel gegooid. De wasmachine staat aan. En nu ben ik de vaatwasser aan het uitruimen en inruimen. Ik ben de rijst aan het opmaken om in een bakje te stoppen. Oké, ik dacht hij gaat niet open, maar ineens gaat hij toch wel. De rijst zit erin. En erbuiten, maar dat ga ik even opruimen. Er is een pakketje binnengekomen en ik stuurde een foto naar Johannes van dat het een heel klein pakketje was. En hij was benieuwd wat erin zit. Hij is aan het werk. Dus hij zei maak maar open. We hopen dat het een kraan is. Een kraantje voor in de wc. Die van ons is namelijk kapot gegaan. Wat is het dan? Het is het kraantje. Hij is wel heel klein. Ik heb er verder geen verstand van, dus dat laat ik aan Johannes over. De visboer die staat hier. Ik versta er echt nooit iets van. Er wordt dan van alles omgeroepen. Natuurlijk wel duidelijk te herkennen. Dus dat is wel handig. Iedereen hoort dat hij eraan komt. Ik heb hier even een lekker plekje gecreëerd. En ik ga hier even zitten. Ik heb een kopje cafeïnevrije koffie. En ik heb hier de schriften en mijn agenda. En de visjes, die zitten allemaal aan deze kant van het aquariumraam, zeg maar. Super grappig, dat doen ze heel vaak. Ik denk dat je het kan zien aan mijn gezicht, maar ik ben nu alweer heel erg moe. Het is 1:50 nu. Ik ga dus even slapen nadat ik alles heb voorbereid. Ik vind het altijd een beetje eng. Dan denk ik van straks word je niet wakker of zo, dat je zo diep in je slaap zit dat je gewoon een soort van verslaapt. Maar ja, ik heb dat nodig. Want ik voelde ook weer een beetje een soort hoofdpijn komen. Dus als ik nu niet ga slapen straks, eventjes, misschien krijg ik dan weer knal in mijn kop. En het is inmiddels 4:15. En de lessen van vandaag gaan zo meteen beginnen. Om 4:30. Ik had niet extreem lang geslapen, een 30 minuten of zo, of iets langer, maar het deed me in ieder geval wel goed. Daarna voelde ik me ook niet zo lekker, maar ik voelde een haar. Na het slapen voelde ik me ook niet heel erg goed, maar in ieder geval wel niet meer zo ontzettend moe. Nu voel ik me wel best. Johannes die gaat straks koken, dus dat hoef ik lekker niet te doen. Als ik straks klaar ben met de lessen, dan gaan we eten. We gaan lekker voor de tv eten. Met die saus erbij heb je gedaan. Ja. Ja. De vissen zitten we allemaal aan deze kant. Oh. Dan gaan ze zich verspreiden. Raar, net alsof ze aandacht willen. Dan kom je erbij en dan gaan ze ineens wel zwemmen. Ja. Terwijl ze anders zitten ze altijd bij het glas naar ons te kijken. Hoi vis. De staat zit tussen de pootjes. Hebben een droomband. En de tv staat aan. We zitten in de auto.
We gaan even naar de persoon die nu op het adres woont waar ik voorheen woonde. Omdat er post is gekomen voor mij. En daarna gaan we even boodschappen doen. En het is een beetje mistig. Bliss zit aan de andere kant van de deur. En ze krabt er steeds tegenaan. En ik zit echt te denken. Ze springt ook wel eens naar de deurkruk. Wat nou als dat haar een keertje lukt? Tijdens dat er een muziekles is. Ja, die is los. Dat ze dus tegen de deurkruk omhoog springt en de deur gaat open. Dan kunnen alle dieren hier naartoe. Dus dan zit ik hier met een leerling. En dan komen alle dieren hierheen. Pak, Bliss! Maar Boris is het hulpje. Als ik roep pak Bliss, gaat hij achter haar aan. Ze maakt ontzettend veel lawaai anders, dus. Het is donderdagochtend. Ik had laatst een opdracht ingeleverd. Dinsdag geloof ik. Ik heb het cijfer terug. Het is een dikke voldoende gelukkig. Ik heb een beetje stress over school namelijk. Omdat ik me vaak niet goed voel, is het ook heel moeilijk om goed aan te poten met school, zeg maar. Dus ik begin de ochtend goed, want ik heb het net gelezen. Inmiddels is het alweer 4:05. Ik heb de ruimte hier een beetje schoongemaakt. Ik heb ook weer een dutje gedaan in de middag van een half uurtje. Het bord ziet er niet zo schoon uit. Dan ga ik nog even met een droge doek over het bord heen. Want ze heeft van die... Ik weet niet of je het ziet. Van die vegen. En dit helpt wel. Laatst hadden we een beetje onze tekeningetjes op het bord gemaakt in de vrije tijd. Alleen je bleef die tekeningetjes steeds zien als het licht op het bord kwam. En dat waren allemaal diertjes en zo en allemaal onzin. Natuurlijk heel leuk, maar het is niet de bedoeling dat je dat allemaal op het bord ziet staan. Dus het bord was gewoon zo wit, alleen je zag dus al die tekeningetjes er doorheen. Dus daar heb ik net met schoonmaakmiddel op gezeten, maar je ziet nu die strepen ervan. En Johannes en ik hebben afgesproken dat we zo meteen gaan proberen na de lessen om friet te maken. Gewoon in de pan. We gaan even kijken hoe dat allemaal moet met internet bij de hand. Want ik heb dat nog nooit gedaan, volgens mij hij ook niet. En dit pedaal voor de baslim is trouwens al een tijdje kapot. Ik moet al een tijdje nieuw bestellen, maar ik vind het een beetje duur. Dus ik doe het eigenlijk alleen maar wanneer het echt nodig is. Hier was iets kapot. Nou, ik weet niet eens meer wat het was. Maar deze is nu ook onderweg. Die kan ik misschien wel lijmen. En ja, hoewel ik niet weet of het hier een functie heeft. Maar ja, die blijft veel beter staan. Maar ja, ik moet echt een keer aan geloven om een nieuwe te kopen. Ik heb het al bekeken. Gelukkig kan je die wel gewoon los kopen. Merkte ik toen ik op internet keek. Toen typte ik het merk in van het drumstel. En toen zag ik het staan. Dus als het goed is kun je dat gewoon los kopen. Nu zou dat vast wel meevallen. Dat Bliss daar tegenaan gaat springen. Als ze dat kan, dan gaan we haar in ieder geval niet meer... Tenminste, ik ga dan haar niet meer aan die kant van de deur zetten. Maar dan gaat ze maar mooi de gang in. Dan kan ze ook naar boven. Want ik kan niet hebben dat hier in één keer een hond en twee katten naartoe komen stuiven. Het zou hilarisch zijn, maar ik wil het niet meemaken. Ik moet bloed prikken om mijn vitamine D te controleren. Ik ga kijken of ze vanavond open zijn. Volgens mij wel. Maar ik heb zo'n prikangst. Het is gewoon, het is vreselijk. Als ik me het van tevoren inbeeld, heb ik niet echt angst of zo. Maar als ik daar zit, dan gedraag ik me echt gewoon alsof mij iets heel ergs gaat overkomen. Dat is heel erg raar. Dus ik vind het heel irritant dat het nou alweer moet. Ik moet zo vaak bloed prikken. En vorige keer was dat ook echt nodig, want toen was mijn vitamine D veel te laag. Dus ik wil het zelf ook wel, maar ook weer niet. Ik heb hier één gevonden waar staat, sluit om 7 uur. Dat zouden we kunnen redden, maar dan wordt het met eten en zo heel krap. Ik zie er echt tegenop.
Vorige keer niet. Of ja, vorige keer misschien ook wel. Maar die keer daarvoor geloof ik niet. Er was in ieder geval een keer dat ik daar helemaal niet tegenop zag. En dat ik dacht van, ik ga het gewoon doen. Ik fiets er naartoe. En ik kan het, ik ben gewoon niet meer bang. Zo ging het ook met mijn hondenangst. Op een gegeven moment was ik ook in één keer, dacht ik van, ja, ik ben niet meer bang. En toen was ik ook gewoon niet meer zo bang als eerst in ieder geval. Ik heb nog steeds al bij andermans hond. Die vind ik natuurlijk enger dan mijn eigen. Alleen toen ging ik dus bloed prikken. En toen was ik echt niet bang op voorhand. En ook niet toen er geprikt werd, nou het viel mee. Ja, ik werd natuurlijk wel een beetje zenuwachtig van tevoren. Maar daarna, ik weet niet wat er daarna gebeurde. Misschien was ik toch bang of zo. Alleen dat ik dat niet merkte. Want daarna werd ik gewoon helemaal een soort van thuis liggen en zo. Terwijl het dus al voorbij was. Nou, verder staat me het helemaal niet zo goed meer bij. Van hoe dat nou precies was. Alleen ja. Prikken bij mij blijft gewoon een beetje een probleem. En nu weet ik dat dus. Na al die keren dat ik dat heb ervaren. Hoe dat altijd loopt. Ja, vorige keer toen kwam ik binnen. En toen was het van, wie moet er geprikt worden? En toen, dan wil ik altijd even rustig de tijd nemen. Alleen, dan zeggen ze van dat het daar alleen maar erger van wordt. Dus dan pakken ze direct door. Dus dan moet je direct meekomen in de stoel. En dan, ja, daar krijg ik juist heel erg tegenwerkingsgevoelens van. Dus dat ging vorige keer een beetje raar. Nou, en ook een keer was ik in het ziekenhuis. Maar toen voelde ik me zo ver weg, zeg maar. Dat het me een stuk minder uitmaakte. En toen lag ik ook. Misschien maakt dat ook nog een verschil. Nou ja. We zullen het zien. Ik weet niet of het vanavond wordt of wanneer dan ook. Het is wel het beste als het onverwachts gebeurt. Of als ik net wakker ben, want dan ben je nog niet zo in paniekstand. Maar ja, dan krijg ik nog niet zo 1, 2, 3 voor elkaar. We gaan macaroni eten vandaag, want dan zijn we wat sneller klaar. Nou, we zouden weggaan om bloed te prikken. Maar dat papier is echt spoorloos verdwenen van de huisarts. Het is gewoon compleet van deze aardbodem verdwenen. Ja. Ik zit op de bank te hangen. Ik ben super moe. Dus ik ga lekker op de bank zitten, tv kijken en misschien nog wat nuttigs doen. Johannes is naar schieten. Alweer zaterdag en Johannes die is net weg naar de winkel toe. En ik voel me echt heel raar in mijn hoofd. En ik voel me op dit moment ook een beetje depri. Omdat ik me zo vaak slecht voel. Dat het mij in mijn leven belemmert. Johannes die is nu laarzen aan het halen. Een nieuwe pot voor de Calathea. Brood. Oh ja, iets voor de kraan. Omdat we die kraan zo meteen wel... Of hij... Nou ja. Die kraan... Jammer. Kraan die wordt vandaag... In de wc gehangen. Misschien zijn er mensen die vaak wat hebben die dat wel herkennen. Maar ik denk dat veel mensen dat niet hebben. Het is gewoon elke dag weer een verrassing van wat kan je. Maar elke dag zit er eigenlijk wel iets bij als ik dan terugkijk. Dat er iets was dat me zo belemmerde dat ik eigenlijk niet zoveel kon doen. Of duizeligheid, of hoofdpijn, of extreme vermoeidheid. Dus zo vreselijk lastig. Je moet wel werken, want je moet wel geld verdienen. En ik moet ook naar school. En ik krijg daar ook nog studiefinanciering voor. Wat gebeurt er dan als ik zeg van ja, ik voel me niet goed, ik kan niet komen. Dat heeft allemaal financiële consequenties. En dat duurt al zo lang, want vorig jaar voelde ik me ook vaak niet goed. En toen heb ik heel erg doorgezet en alles gewoon gedaan. En hoop gehouden van het komt allemaal wel goed. En met de dag gaat het een stukje beter. En ik heb geprobeerd heel veel kennis op te doen over dingen van hoe je je goed kan voelen en zo. En dat doe ik allemaal, daar werk ik allemaal aan. Voedingspatroon verandert.
Ik ben er zo moe van. Jeetje. Dat is dus echt wel een probleem. Ik zit er momenteel een beetje in vast. Lekker depri vlogje zo. Maar goed, dat is wel de waarheid. Ik ga maar even weer wat eten. Zijn noedels niet zo gezond. Wel lekker zout, denk ik. De oude kraan gaat eraf. Ik pak die nieuwe kraan even. Of heb je die al? Nee. Het is 2:30 's middags geweest. Oh, het is al 3:00, zegt de wekker. Johannes is al een hele tijd terug van de winkel. En hij heeft een nieuwe pot gehaald. Het is eigenlijk een buitenpot, maar we hadden een grotere pot nodig. En dat was de enige goede die er was. En ik heb nieuwe laarzen, die trouwens heerlijk zitten. De dag vliegt voorbij, het is alweer 5:00. En ik ben bezig met de laptops, ik ben video's aan het overzetten. En mensen aan het mailen. Alles goed? We hebben de katten even geroepen van boven en vanuit een comfortabele plekje. Want we hebben kattenstokjes. Ja, Liesje. Dit hebben we ze nog nooit gegeven. En het is... Nou, dit is het. Matatabi stokjes. Ik heb geen idee hoe je dat uitspreekt. De tv staat trouwens ook aan. Dat hoor je op de achtergrond. En we gaan nu de stokjes geven aan de katten. Oh, nu zit de tv uit. Het zijn toch geurstokjes? Ja. Ik het eitje ruikt het al. Even kijken, wat staat hierop? Dat het heel erg lekker ruikt. En daar gaan ze speels gedrag van hebben. Dus het is de bedoeling dat ze ermee spelen of zo, of dat ze daaraan ruiken. Mm-hmm. En niet dat ze het dus opeten, het is geen voer. Liesje. Zal ik hem gooien? Het is toch de bedoeling om ermee te spelen of zo? Katatje eet het op. Ze gaat hem spelen. Er staat op dat het niet erg is als ze een stukje binnenkrijgen. Er staat ook het feit dat de stok wordt gekauwd draagt bij aan de mondhygiëne tijdens het spelen. Oh. Oh, ik dacht even, er zit een beest hierin. Maar het is een stukje stok of zo. Deze is nog heel voorzichtig. Ja, ze zit naar het haar te kijken van, wat is nou de bedoeling? Zij denkt echt, wat moet ik ermee? Lijkt het wel. Ik had daar buiten het gewoon in stukjes. Ja, zij vindt het wel heel leuk. Zit te kijken naar het tijdje. Ik ga nog even laten zien hoe de kraantje is geworden. Hij hangt een beetje scheef. Zoals je ziet. Hij past niet helemaal goed of zo. Dus dat moet nog even gefixt worden. Maar in ieder geval doet hij het wel. Oh, lekker scheef. Hij doet het wel, dus we kunnen gewoon weer handen wassen gelukkig. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Het moet over een tijdje alleen nog even recht. En hij moet even opgeruimd. Maar dat komt later weer.
vond het wel heel leuk. Maar ja, zij heeft er natuurlijk ook uitgebreid op gebeten en zo. Ik ga nu de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot in de volgende video. Doei!